Dit is de Bitcoin-wallet. De eerste keer dat de Bitcoin-wallet wordt geladen, um, zal hij de complete blockchain binnenhalen. Die is momenteel zo'n 8 gigabyte. Het gaat behoorlijk lang duren, zeker een dag op de meeste computers. Laat het gewoon uh, gaan, zou ik zo zeggen. Uh, ik zou wel adviseren om pas daarna met de Bitcoin-wallet aan de gang te gaan en daadwerkelijk transacties te verrichten. Hier zie ik mijn saldo en het aantal transacties dat ik heb gedaan met deze wallet. Ik heb even een proefopstelling gemaakt. Als ik een betaling wil doen, ga ik naar verstuurmunten. Kan ik hier een Bitcoin adres invullen. Ik kan er een label aan hangen zodat ik het later makkelijk kan terugvinden en uiteraard de hoogte van het bedrag in Bitcoins. Als ik een betaling wil ontvangen, dan kan ik hier een specifiek adres aan maken. Een wallet kan dus vele adressen bevatten. Eigenlijk maak ik een soort van rekeningnummer aan. Zoals je ziet heb ik een speciaal nummer voor donaties op intobitcoin.com. En voor deze video maak ik eventjes een nieuw adres aan. Ik geef het beestje een naam. Beest. Nu wordt een nieuw adres gemaakt en omdat mijn wallet is vergrendeld, voer ik mijn wachtwoord in. En zoals u ziet, het nieuwe adres is aangemaakt. Ik kan dit adres aan iemand geven en diegene kan er bitcoins op storten. Ik kan het adres ook aan meerdere mensen geven of op internet plaatsen. Ik kan er bitcoins op ontvangen. Verder kan ik nog een overzicht zien van alle transacties. Waarbij ik makkelijk op periode bitcoin adres, label, bedrag, etc. kan zoeken en filteren. Nou, dit adresboek staat nog niks in, maar het is te vergelijken met het adresboek van uw internetbankieren. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen: maak na iedere wijziging die je maakt in de wallet een backup. Dus dat gaan we nu ook even doen, backup portemonnee. Backup 2008-2013. Een backup maken van de wallet is dus zo gepiept. De versleuteling zit daarbij ingebakken en is dus veilig en klaar. Deze backup kan ik zo op mijn mobiel, Gmail, USB stick, etc. neerzetten. Meenemen, uh, openen en ik kan hem ook weer downloaden en inladen in een andere wallet en dus gebruik maken van de bitcoins. Heel makkelijk om een kopie te hebben van mijn geld zonder dat ik het twee keer uit kan geven. Tot zover de introductie van de Bitcoin Wallet.